Het nieuwe schooljaar gaat binnenkort weer van start, vandaar dat het me leuk leek om een video te maken waarin ik meer vertel over de opleiding die ik volg. Misschien doe je zelf de opleiding of heb je interesse om deze opleiding te gaan doen of ben je gewoon heel erg nieuwsgierig. Mocht je benieuwd zijn wat ik te vertellen heb, kijk dan vooral verder. Ik heb het wel eens vaker op mijn social media benoemd, maar ik volg de opleiding Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. Voorheen heette deze opleiding Media, Informatie, Communicatie, maar ze hebben de naam veranderd. Ik weet niet in hoeverre de inhoud is veranderd. Ik denk dat het wel heel erg is aangescherpt op de tijd van nu, want de mediabranche verandert heel erg snel. Maar ja, dat is dus de opleiding. Om even kort toe te lichten hoe mijn schoolverleden er nou precies uitzag. Na de basisschool ging ik VMBO doen. Ik heb de theoretische leerweg gevolgd. Toen ben ik vervolgens naar MBO gegaan. Ik heb de opleiding Media Management op het Media College gevolgd. Ik moest even nadenken, want het is alweer een tijdje geleden. En toen heb ik een tussenjaar genomen en nu volg ik de opleiding Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. Er zijn een aantal toelatingseisen als het gaat om deze studie. Voornamelijk toegelaten als je in het bezit bent van een HAVO, VMBO of een MBO diploma. Ik ga nu naar het derde jaar, dus ik kan niet zoveel informatie over jaar 3 en jaar 4 vertellen. Maar wel over de eerste 2 jaren en natuurlijk de globale informatie. Ik weet er niet alles, dus ik ga gewoon lekker vals spelen en de website van mijn school erbij pakken. Want ik wil wel de juiste informatie met jullie delen. Wat houdt Creative Business in? Ik quote mijn school. Creative Business leidt je tot de allround media professional. De mogelijkheden zijn eindeloos. Vrijwel elk merk, organisatie en publiek figuur maakt gebruik van media. Dus kort gezegd, Creative Business is een allround media opleiding. Je kan er alle kanten mee op. TV, radio, print, online. Eigenlijk alles wat je in de mediabranche kan bedenken. Door dit zou je de bomen door het bos niet meer kunnen zien. Want ja, je moet op een gegeven moment een keuze maken. Wat wil je? Vind je alles leuk? Maar ik zeg je, als je deze opleiding doet en je vindt de mediabranche interessant, dan kom je er vanzelf wel achter wat jou het meest aanspreekt. In jaar 1 dacht ik weet echt niet waar ik naartoe wil met mijn passie voor media. Maar op een gegeven moment merk je wel waar je voorkeuren naar uitgaan. En dit is ook een belangrijke vraag die ik ook gelijk wil beantwoorden. Wat kan je ermee worden? Of wat kan je na je opleiding doen? Dat ligt heel erg aan je eigen specialisatie, waar je jezelf in verder gaat ontwikkelen in de loop van de studie. De HVA laat 5 van de 500 mogelijkheden zien. Je kan content journalist worden, een digitaal ambassadeur, datajournalist, mediamarketeer, producer en redacteur. De opties zijn eindeloos. Dus dat is het fijne eraan. Je leert gewoon iets en uiteindelijk kan je er best wel veel mee worden. Laten we de opbouw van de gehele opleiding even erbij pakken. Jaar 1 bestaat uit 4 blokken dat ingedeeld is in 4 verschillende projecten. Die projecten zijn gekoppeld aan het thema, dus project blog, project beeld, project storytelling. En in dat blok krijg je allemaal vakken die aansluiten op het project. Een aantal vakken die ik in het eerste heb gehad zijn onderzoek inspiration, ondernemerschap, media maatschappij, tekst schrijven, online marketing, vormgeving en fotografie. Dus het is heel erg veelzijdig. Jaar 1 is echt een oriëntatiejaar. Je krijgt van alles en nog wat. Leuke vakken, minder leuke vakken. Maar op deze manier kom je er wel achter welke aspecten van de mediabranche jou wel of niet interesseren. Maar in het eerste jaar werkten we met sprints. Dat hield in dat je een bepaald vak of bepaalde vakken, 2 of 3 vakken, maar 4 weken had. Dan ronde je het vak af en dan ging je verder met andere vakken. En een blok duurde dat 10 weken? Ik weet het niet exact meer. Dan gaan we door naar jaar 2. En jaar 2 is opgedeeld in 3 blokken, om zo te zeggen. Blok 1 wordt ook wel blok 5 genoemd. En in dit blok werk je ook weer aan een project en heb je weer diverse vakken. Alleen in jaar 2 werk je niet meer in sprints. Je hebt dan 10 weken lang diverse vakken waar je voor tentamens moet leren, waar je opdrachten voor moet maken en natuurlijk een project moet uitvoeren. Jaar 2 is niet zomaar een jaar. In dat jaar volg je namelijk een specialisatie en je kan kiezen uit meerdere specialisaties. Ik heb zelf media marketing gekozen.
Maar naast dat heb je ook nog tekst schrijven, audiovisuele producties en digitale media. En de vakken die je krijgt sluiten aan op je specialisatie. Na blok 5 komt de stage. En deze stage duurt 10 weken. Ik heb zelf stage gelopen op een marketingafdeling van een horlogedistributiebedrijf. En dat vond ik heel erg leerzaam. En die 10 weken vlogen voorbij. Tijdens je stage hoefde je geen specifieke opdrachten of onderzoeken te maken. Het enige wat je moest doen was een stageverslag maken. En op zich viel dat wel mee. En je had ook een tussenassessment. En dat houdt in dat je jezelf voorbereidt op je eindgesprek in het vierde. Dit is meer een gesprek hoe jouw voortgang is. Of jij echt op studieniveau bent. Het klinkt allemaal heftig. Is het een klein beetje ook. Maar het is wel heel erg leerzaam en je leert jezelf kennen. Het laatste half jaar van het tweede jaar bestaat uit je specialisatie. Dus in mijn geval media marketing. En dat half jaar ben je eigenlijk alleen maar bezig om je te specialiseren in het vakgebied. Dus ik ben een half jaar lang alleen maar met marketing bezig geweest. Tijdens mijn specialisatie brak de coronapandemie uit. Dus mijn opleiding is helemaal veranderd. We kregen opeens thuisstudie. Dat had school natuurlijk ook niet verwacht. Dus het was hier en daar een beetje puzzelen. Ik denk dat iedere school dat wel heeft gehad. Maar ik weet ook niet hoe de toekomst zal zijn met deze opleiding. Even in het kort hoe ik online studie tot nu toe heb ervaren. In het begin was het voor iedereen een beetje zoeken. Voor studenten, maar ook voor docenten. Van hoe kunnen we het beste lesgeven. Maar de docenten waarvan ik les heb gehad, die hebben of echt live colleges gegeven online via de webcam. Met een presentatie en waar je vragen kan stellen. Of ze hebben van tevoren het college opgenomen in een vorm van een filmpje. Aan de ene kant vind ik het wel heel erg fijn. Want je kan op je gemakje de lessen volgen als zeg maar de les al eerder is opgenomen. Maar ja, we zullen maar zien hoe het aankomende schooljaar gaat lopen met deze hele pandemie gebeuren. En een aantal vakken die ik in jaar 2 heb gehad zijn communicatie voor marketeers, beïnvloedingspsychologie, media planning, marketing management, marketing insight, e-commerce, concepting en creativiteit, recht voor de creatieve industrie, mediapsychologie en mediaethiek. Jaar 3 is voor mij in zicht en dat houdt in dat er nog een specialisatiejaar is. Dit wordt ook wel themasemester genoemd. En voor dit jaar kan je ook weer uit diverse specialisaties kiezen, namelijk digitale mediastrategieën, mediaondernemerschap, mediaconcepting en vertelvormen. En ik heb voor mediaondernemerschap gekozen omdat ik zelf een heel ondernemend type ben en ik wil heel graag een onderneming starten. En tijdens deze specialisatie ga je met je groepje een mediaonderneming starten. Het groepje maak je in je klas. Ik weet nog niet met wie ik in de klas zit, dus dat is heel erg spannend. Maar het gaat allemaal goed komen. En dan moet je gaan brainstormen, moet je alles gaan uitvoeren om een echte onderneming te maken. Ik kan nog niet heel veel erover zeggen, want ik heb het zelf nog niet ervaren. Maar wat ik ervan weet is dat ik naast het creëren van de onderneming ook nog 2 hele zware tentamens heb. Dat zegt ze in ieder geval. Maar voor de rest is alles gewoon, laten we zeggen, praktijkgericht. En wel een stukje theorie, maar niet echt qua toetsing. En dat vind ik heel erg fijn, want ik hou niet van schriftelijke tentamens. Dat is een persoonlijk dingetje, maar ik vind het fijn om dingen uit te voeren en daarvan te leren. Over de andere specialisaties heb ik niet heel veel te zeggen. Dit is echt een en al gratis promotie naar mijn opleiding. Mocht je jezelf meer willen verdiepen in deze opleiding of over de specialisaties, ga naar de website van de HVA. Na het eerste half jaar van mijn derde jaar kan ik ervoor kiezen om mijn stage te gaan lopen of een minor of minor, hoe je het ook wil zeggen, te gaan doen. En ik denk dat ik er zelf voor ga kiezen om mijn minor te gaan doen. Want niet dat ik geen zin heb in een stage. Ik vind stage hartstikke leuk en interessant. Maar het voelt nog niet goed om een stage te lopen. Dus ik wil mijn stage in het vierde gaan doen. En tijdens je minor ga je je verdiepen op een bepaald vakgebied. De keuze is helemaal vrij. Je kan een minor van je eigen opleiding doen. Een minor van een andere opleiding als je daar toegelaten voor wordt. Je kan een minor in het buitenland doen. Ik weet niet of dat nu mogelijk is vanwege deze pandemie. Je kan een minor op een andere school doen. Maar ik denk dat ik gewoon lekker op de HVA blijf. Want ik heb namelijk een minor beeld en creatie volgens mij op het oog. Ik weet niet zeker of het
die is. Maar ik ben nog een beetje aan het oriënteren van wat ik precies wil doen. En ik wil me wel nog meer verdiepen in de mediabranche. En gewoon daar heel erg sterk in worden. Het is nog een vraag wat ik precies ga doen. En of er genoeg plekken is. Want vaak zit er wel een maximum bij de minors. Want ja, ze kunnen niet honderden, duizenden studenten een minor laten doen. Dus we zullen wel merken waar ik terecht kom. En in het vierde ga ik dan dus mijn stage doen. Deze stage zal een half jaar duren. De vraag is nog, waar ga ik stage lopen? Er is een kans dat ik weer op een marketingafdeling terechtkom. Of iets met content ga doen. Ik heb geen idee. Zolang het maar interessant en leerzaam is. Het laatste half jaar van deze opleiding staat geheel in het teken van afstuderen. En je stage en afstuderen, dat is niet gecombineerd met elkaar. Met sommige opleidingen is dat wel het geval, maar met deze opleiding niet. Met Creative Business kan je op verschillende manieren afstuderen. Je kan afstuderen met een eigen onderneming. Je kan een beroepsproduct maken of je kan een onderzoek gaan doen. Een eigen onderneming spreekt voor zich. Dit is ook iets wat ik waarschijnlijk wil gaan doen. Je gaat dan een eigen onderneming starten in je eentje. En je gaat onderzoeken of je idee levensvatbaar is. Dus of je er geld mee kan verdienen. Dus dat is wel heel erg interessant. Ik ben wel een beetje aan het twijfelen of ik het wel of niet wil doen. Want omdat ik natuurlijk aankomend jaar in het derde ook een onderneming ga starten. Mocht mij dat niet bevallen, dan ga ik daar ook niet in afstuderen. Maar mocht me dat wel bevallen, dan is dat natuurlijk heel erg aansluitend. Want dan heb ik de kennis al opgedaan door mijn specialisatie. Bij het afstuderen van een beroepsproduct houdt in dat je een mediaproduct maakt. Bijvoorbeeld een video voor bij wijze van spreken een opdrachtgever. Dit lijkt me ook nog heel erg leuk om te doen, want dan heb je ook echt een product gemaakt. Het is niet een fysiek product wat je moet maken, maar wel een mediaproduct. En een onderzoek is eigenlijk ook vanzelfsprekend. Dat is de ouderwetse scriptie, zo noem ik het maar eventjes. Bij de andere vormen van afstuderen moet je ook een onderzoek doen, maar dan is dat niet alleen papierwerk, maar dan heb je ook nog andere dingen. Bij een onderzoek is het wel een en al papierwerk. Zelf ben ik daar niet zo fan van. En vind ik ook minder creatief en minder leuk. Maar het is een optie. Mocht je van schrijven houden, mocht je van onderzoeken houden, dan is een onderzoek een hele leuke manier om te gaan afstuderen. Dus ik ben heel erg blij dat er heel wat variatie in deze opleiding zit. En dat je eigenlijk best wel vrij wordt gelaten om je eigen keuzes te maken. Wel binnen de opleiding natuurlijk. Zelf vind ik het een hele interessante opleiding natuurlijk. Zijn er ups en downs. Het eerste jaar vond ik pittig omdat ik niet zeker wist of ik het wel leuk vond. En het is gewoon heel erg doorbikkelen. Nu ben ik over de helft en heb ik nog maar 2 jaartjes te gaan. Voordat ik het weet is het alweer voorbij en je moet het beste ervan maken. Het is niet dat ik het een perfecte opleiding vind. Dus hier en daar zijn er ook nog wel dingen die de opleiding of de school of de docenten nog wel aan kunnen scherpen. Maar als ik het groter plaatje moet bekijken, vind ik het prima te doen. Mochten jullie nog specifieke vragen hebben over deze opleiding, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Misschien is het wel leuk om na het eerste half jaar van mijn specialisatie nog een update video te maken over hoe ik de specialisatie media ondernemerschap heb ervaren. Dank voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!